Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 7 februari. Sloop Witte Woningen Breukelen. Taverbo schittert in de tweede divisie. En natuurlijk carnaval. Rivier de Nijl was een heel erg belangrijk in die tijd. Alle mensen in Egypte waren op de een of andere manier afhankelijk van de rivier de Nijl. Ja. Heel belangrijk voor onder andere transport. Maar die zorgde ook vooral voor de irrigatie. Nu bij Plus. Mario Kart Coins. Hey, Mario. Die had ik nog niet. Spaar ze alle 24. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Iedereen kent ze wel, de witte woningen in de Bokselse wijk Breukelen. Deze werden vlak na de Tweede Wereldoorlog als een noodonderkomen gebouwd, maar bleven uiteindelijk tientallen jaren staan. Tot deze week. Woonstichting Sint-Jozef verruilt ze voor ruim 30 energie-neutrale nieuwbouwhuizen. En dat betekende voor de huidige betonnen woningen de sloopkogel. Ze staan er al bijna 70 jaar, maar nu worden ze gesloopt. De 45 witte woningen aan de Van Hugo Potstraat en Hendrika van Haafdestraat. Het einde van een tijdperk. Het is vandaag toch wel een bijzonder moment. Want vandaag komt er een einde aan de geschiedenis van 45, zoals dat mooi heet, Dottermond ten Bosch woningen. Ook wel in de volksmond de witte boven- en benedenwoningen in Breukelen. Hoe lang heb je hier nou gewoond? 32 jaar en 7 maanden. Altijd met veel plezier hier gewoond? Ja, ik wel, ja. Ja hoor. Ja. Ja, ik heb maar 3 jaar gewoond, maar ik heb wel 3 jaar met heel veel plezier gewoond. Ik vond het gewoon een hele prettige wijk. En voor mij is het ook wel afscheid nemen. Het was voor mij mijn eerste woning zonder mijn ouders. Dus ik heb er ook een hoop herinneringen. Maar ja, vast een stuk minder nog dan Jet. Ja, ik ga ook meehelpen met het slopen van de eerste woning. Dus dat is... Aan de ene kant een beetje dubbel verdrietig, echt het laatste afscheidpunt. Aan de andere kant lijkt het me ook wel heel leuk om een keer zo'n machine te bedienen. Die kans ga ik waarschijnlijk nooit meer krijgen. Ja, die gaat me wel tegen. Is er nou niet één persoon geweest of één gezin die gezegd hebt... Ik ga niet weg hier. Nou, er zijn best emoties geweest. En dat is ook logisch. Er waren ook woningen bij die zagen uit als een paleisje. Mensen voelen zich hier senang, zoals je dat zegt. En dat heeft reacties gegeven van ik wil niet weg. Uiteindelijk hebben we met alle bewoners door goed te communiceren, in gesprek te gaan, oplossingen gevonden. Toch wel een beetje verdrietig afscheid denk ik hier nu. Ja, dat kan ik wel zeggen. Want het was echt een fijn huis voor mij. Dus. Hoe lang hebt u er gewoond? 30 jaar. Dan doet het wel heel erg zeer denk ik hè? Ja, heel erg. Het is allemaal met wederzijds respect is alles gegaan. Ja, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat is helemaal goed. Afgelopen weekend kreeg Lennesheuvel alvast een voorproefje op carnaval met het jaarlijkse snertconcert van de Beierslandkapel. Het publiek werd in gemeenschapshuis Orion getrakteerd op hilarische acts en muzikale optredens. Fanfare Sint-Arnoldus beet het spits af met een humoristische vertaling van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Een aantal acts was eerder al te zien tijdens de Waggelrevue in Bokstel. Zoals Ad Hoevenaars en zijn partij. Promotie in de Gatse carnaval, ook wel Pik genoemd. Hoevenaars legde op hilarische wijze uit hoe hij voor een gezonder politiek klimaat in gemeente Bokstel gaat zorgen. Wat ook veel hilariteit teweeg bracht, waren de optredens van vriendengroep De Vijf Zaligheden. Net als vorig jaar bracht zij Alle 13 dood. Een parodie op Giel Montagne en zijn op volle toeren. Al met al was het een gezellige avond. Zo gezellig dat prins Johannes en zijn adjudant Arthur van het Liemse Ploegersland nog tot laat in de avond op bezoek waren. In totaal vonden er meer dan 10 optredens plaats tijdens het snertconcert.
Gemeenschapshuis De Orion was 2 avonden uitverkocht. Ook in een ander gemeenschapshuis was er zaterdag een activiteit. In de Rots in Boksel-Oost. Ook daar barst binnenkort het carnaval los. Maar er was wel ruimte voor de maandelijkse tweedehandse markt. De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat in Boksel. Een ware handelsplek. Regelmatig worden hier ruilmarkten gehouden, beurzen voor verzamelaars en ook tweedehands markten. Iedere maand vindt er weer een plaats. En alle opbrengsten verdwijnen niet in eigen zak, maar gaan naar goede doelen. Vertel eens even, hoe gaan de zaken? Ja, het gaat de laatste tijd lekker. We zijn al bezig met van allerhande dingen, ook nieuwe dingen. Soms hebben we spulletjes voor de kleine kinderen die extra een attentie krijgen dan als ze binnenkomen. Maar voor de rest proberen we natuurlijk geld te verzamelen voor een goed doel. Vertel mij nou eens welk goed doel jullie dit jaar hebben. Nou, dit jaar is nog geen planning, want we zijn vers gestart. En de aanvragen die binnenkomen worden onder de loep genomen. En dan wordt door de vrijwilligers beslist van, nou, dit gaan we doen. Nou, in eerdere jaren hebben wij, zoals de padvinders, hebben we nieuw touw gekocht. We hebben een dansgroep, was de radiostuk, de stereo, hebben een nieuwe stereo gegeven. En we proberen wel de goede doelen in Boksel gewoon te steunen en daar doen we het voor, de vrijwilligers. Dat is echt het gevoel van iemand iets geven en dat hebben we allemaal, want we doen dit al jaren. Dus vandaar dat we daar zo eigenlijk allemaal een beetje dat gevoel hebben. En we blijven hoppen van buurthuis naar buurthuis. De Walnoot ontving zaterdag de populaire volkszanger Django Wagner. De artiest trad op voor de bewoners van woonvorm De Munsel. Voor de ruim 20 mensen is het niet vanzelfsprekend dat zij een avondje uitgaan. Ze hebben allemaal een verstandelijke of lichamelijke beperking. Maar zaterdagavond werden zij samen met de medewerkers en vrijwilligers die voor hen actief zijn, getrakteerd op een heerlijk carnavalsfeestje. Een DJ zorgde voor de muziek en diverse zangers betraden het podium. Voor velen was Django Wagner uiteindelijk de kers op de taart. De feestavond werd gesponsord door stichting 10.000 Hours, die vrijwilligers inzet voor festivals over de hele wereld. Ook enkele medewerkers van De Munsel zijn daar actief. En we kunnen er nauwelijks meer omheen. Ook in de Tijberzalen van het Baan der Heren College was zondag het carnavalsfeest al losgebarsten. Niet voor de jonge scholieren, maar juist voor senioren. Carnavalsvereniging De Achterblijvers organiseerde het jaarlijkse seniorencarnaval. Alles was tot in de puntjes geregeld voor de Bokselse 55-plussers. Met hapjes, drankjes en natuurlijk een feestelijk kolderprogramma. Zang, humoristische sketches en uiteraard ook dans. De senioren vermaakten zich kostelijk in de zalen van de mbo-school. Oud-bokstelaar Frans Bevers kroop als een alter ego Siske in de buutton. Zijn con-collega Rob Schepers uit Helmond, die onlangs nog in de finale van het Keienbijters kletstoernooi stond, trad op als Theo van de thuiszorg, die met dementerende werkt. Hij was op zoek naar mevrouw van Dement. Naast de grollende tompraters konden muzikale optredens niet uitblijven. De Ducktown Band was aanwezig en bracht enkele carnavalshits ten gehore. Ook prins Donald V kon het niet laten om mee te feesten. Met hem en 230 andere carnavalsvierders bleven nog lang onrustig in de Tijberzaal. Het voormalige café De Kom werd in 2005 getroffen door een dramatische brand. Zaterdag was de kroeg weer onderwerp van gesprek in het Oertijdmuseum. In de zogeheten Archeo Hotspot werd allerlei historisch aardewerk geïdentificeerd dat vlak na de brand werd opgegraven. We zijn hier bij het Oertijdmuseum en daar is Heemkunde Boksel bezig met het determineren van de vondsten die zijn gedaan. En het determineren van vondsten wil zeggen dat je eigenlijk opzoekt wat het is, hoe oud het is en waar het vandaan komt. En daar zijn we vandaag aan het doen bij vondsten uit de Kom. Jullie zijn bezig met heel veel mensen hier nu dat te doen? Ja, we zijn nu met een clubje en één keer in de maand hebben we een activiteit op het gebied van archeologie. Dit is een pijpje, pijpenkopje. Veel mensen die vinden die misschien op een akker. En dan staat er aan de ene kant staat altijd een klein stempeltje. En aan de hand van dat stempeltje kun je opzoeken van waar het vandaan komt, wie het gemaakt heeft en hoe oud het is.
Dus dat is onder andere een vorm van determineren bij een muntje. Als je hem schoon kunt maken, dan kun je dus zien van dit is een duitje uit Hollandia. En dan kun je het jaartal zien. Dat zegt dus iets van dat er in die periode dus mensen waren. En zo hebben we ook heel veel scherven, die zie je op de tafel liggen. En aan de hand van de scherven kunnen we goed zien welke periode het ook is. Daar gebruiken we de referentiecollectie bij. Als je een scherf vindt, dan kun je hier langslopen en kijken van, oh, past het daarbij? In deze collectie zie je dus een scherf bijvoorbeeld. Heeft een bepaalde structuur met pikkeltjes. Als je dat vindt, bepaalde hardheid, dan weet je bijvoorbeeld al dat het uit de periode is van de late middeleeuwen van Frechen. En zo kunnen we dat zeg maar dus goed bekijken en dateren. Nou, het zijn allemaal vondsten van de kom. Het oudste wat we gevonden hebben is deze melktijl uit 1520, 1580 wordt die gedetermineerd door archeologen. Maar we hebben ook gewoon ijzer gevonden. Dit is bijvoorbeeld een hamer, wat zal het zijn, 100, 200 jaar oud. Slachtafval, hier een hoop botten. Er werd natuurlijk veel thuisslacht gedaan, dus daar vinden we een hoop van. Als je hiernaar kijkt, hoe werd er gestookt? Ja, de eierkool kennen we allemaal. Maar daarvoor waren het gewoon brokken steenkool die gestookt werden. We zijn gaan zoeken van wat zou het kunnen zijn. En uiteindelijk kwamen we terecht bij het Schaatsmuseum in Groningen. En die man had een hele verzameling liggen. En hij zegt, ja, het is echt 16e eeuw. Dat moet het gewoon zijn. En echt heel uniek. We eindigen deze week DBC Nieuws met sport. Het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo Sabo won zaterdag zijn eerste partij in de tweede divisie. Een prestatie van formaat. Voor het eerst in de historie komt de club dit seizoen uit in deze landelijke klasse. Aan de overkant van de tafel zien we Amber van der Velde van Taverbo. Ze speelde goed, maar wist uiteindelijk haar 2-0 voorsprong niet te behouden. Tegen de ervaren Tali Cohen van Hilversum. Michel Sperling deed het een stuk beter. Hier is hij aan service tegen Donald Hessing. Matchpoint, hij heeft nog één puntje nodig. Michel wint met 3-1. Maar Lotte Staps wint twee partijen. Einduitslag Taverbo Sabo Hilversum 7-3. Dit was DBC Nieuws voor deze week. Heeft u nog nieuwstips voor de volgende uitzending? Geef die dan door aan de redactie van Omroep Dommeland of Brabant Centrum. Volgende week weer een nieuwe uitzending van het wekelijkse journaal in Bokstel. We zien jullie na carnaval en tot die tijd zeggen we... Alaaf!